verhuur. Dat was toen in het voorjaar van het jaar. En na die 3 weken was er eigenlijk al een verbetering in het resultaat. Vooral tijden gericht dan. Dat was de progressie die ik wel effectief nodig had. Het was een moeilijk jaar geweest, 2015. En zonder enige progressie, enige verbetering in de resultaten. En sinds dat ik hier ben toegekomen, is het volledig opengebroken. Het is een fantastische ervaring. Het is een fantastische plaats om carrière verder uit te bouwen. En de samenwerking loopt supergoed. Dus dat is alles wat we willen. Hier start eigenlijk redelijk vroeg. Ik sta op om 7 uur. Ik maak me klaar om te gaan eten. Dan kom ik naar het center, eet ik ontbijt. En dan 9 uur op de rollen, 9:30 in de gym. Daarna hebben we eventjes pauze. Dus dat loopt van 11:30 of 12 uur tot 1:30. En dan is het eigenlijk opnieuw klaarmaken voor een eerste sessie. En die duurt gemiddeld toch wel tot 4:30, 5 uur. Daarna is er eigenlijk nog een beetje tijd om te chillen. Om 6 uur is het avondeten. En als we dan klaar zijn, gaan we terug naar Monster Jour. En kunnen wij doen wat wij willen. Op het gemak, filmpje kijken, maar vooral rusten. Hier te verblijven als topsporter en als persoon is ideaal. Ik kan hier focussen. Ik word hier niet gestoord. Ik kan hier doen wat ik moet doen. En eigenlijk met veel plezier. Sinds september werk ik samen met mijn nieuwe coach. Een oud sprinter van Groot-Brittannië. En tot zover loopt de samenwerking eigenlijk heel vlot en heel, heel goed. Ik heb er vertrouwen in. Ik heb vertrouwen in hem. En ik denk op die manier dat we wel verder kunnen samenwerken. Ik ga nu het WK in als regerend wereldkampioen. Het is geen gemakkelijk seizoen geweest. Ook al heb ik een wereldtrui en een zilver op het Europees kampioenschap gehaald. Het is een zwaar seizoen geweest, zeker in oktober. Een val meegemaakt, een hersenschudding. Van ver moeten terugkomen. Maar ik denk dat we nu terug opnieuw op het goede pad zijn. En dat is het belangrijkste voor mij. Ik wil verder werken en ik ga verder werken naar de Spelen toe, want dat is toch het belangrijkste doel van 2020. Elke sporter en elke atleet heeft natuurlijk de Spelen als hoofddoel. Voor mij, hopelijk mijn eerste. Ik zal dan eerst moeten kwalificeren en punten sprokkelen in het komende seizoen, 2019 en 2020. Maar ik heb er zin in en ik hoop dat ik eraan kan deelnemen en eenmaal dat het zover is, aan de start staan is eigenlijk niet genoeg. Ik wil echt wel een medaille. Krant van West-Vlaanderen, leef met je mee.